If you don't love what you do, you should change the job. It's my belief. So I love my job, and whatever I'm doing it full force. MakkeVision is een wereldspeler in 3D-visualisatie, animatie en visuele effecten. Samengevat CGI, oftewel Computer Generated Imagery. Hun hoofdkwartier ligt in Stuttgart. Daarnaast heeft het vestigingen over heel de wereld. Met hun werk voor Game of Thrones wonnen ze een Emmy Award, maar de core business situeert zich in de auto-industrie. Currently, 80% of our business is coming out of the automotive sector. There are the big premium brands like Mercedes-Benz, like Porsche, like BMW. We regard ourselves as the market leaders and we want to work for the market leaders. CGI is een markt met een enorm groeipotentieel. Steeds meer automerken zullen de komende jaren op zoek gaan naar een partner voor de visualisatie van hun voertuigen. Je ziet dat in de komende paar jaar zal de markt worden verdeeld. Als je de komende paar jaar goed positioneert, kunnen een aantal hele grote klanten binnenhalen die je langjarig kan bedienen. In our market, size matters because if you want to work for the big OEMs as a strategic partner, you need to have a certain footprint beyond 100 people, maybe beyond 200. Om deze ambitieuze groeistrategie te verwezenlijken, zocht Armin Pohl naar investeerders en vond in Genf de ideale partner. We hebben het management ondersteund met de inbreng van financiële middelen, waardoor zij in staat waren om wereldwijd nieuwe vestigingen te openen en nieuwe technologieën te ontwikkelen. Daarnaast hebben we het management ondersteund bij het aanwerven van een nieuwe laag management, waardoor we op een globale basis kunnen opereren. Sinds de intrede van Genf in 2014 kende MakkeVision een spectaculaire groei en verdubbelde de omzet in slechts 2 jaar. We're pretty confident that we can reach the goals we have been setting ourselves to be beyond 100 million euros turnaround in 2020. And with the help of Genf, I don't see why it should not happen. MakkeVision heeft de potentie om een veel grotere digitale speler te worden, komend vanuit data, dat visualiseren op een mooie manier zoals ze nu doen met film en video. Maar zaken als virtual reality zijn maar 1 stap verder. En zoals iedereen ziet, de wereld wordt steeds visueler, steeds meer data gedreven, daarin zijn ongekende mogelijkheden. Dus voor de komende 5 tot 10 jaar zit de toekomst van MakkeVision gebeiteld. CGI is everywhere, but you shouldn't see it. So that's the secret about it.